Dit is hem dan. Grootmeester Hodja. Hetzelfde figuurtje dat op de yoghurt van Jan Hogeboom staat. Ja, prima. Was echt lekker. 20 jaar geleden begon hij ermee op aanraden van een Turkse handelaar. Want we hadden dus eerst gewoon mijn vrouw en kinderen op de verpakking staan. En toen hebben we dus de Turkse Hodja op de verpakking gezet. En sinds die tijd is de Turkse gemeenschap heel erg wild van onze yoghurt. Een Turkse yoghurt gemaakt door een boer uit Oudewater. Nee, maar je ziet, je pakt ze al verkeerd beet. Het succesverhaal dringt ook door in Turkije. Dus ik werd gewoon als een prins ontvangen daar. Een Nederlandse boer die hoort je op zijn verpakking hebben staan. Nou, mooi kunnen ze niet maken. De Turken zijn zo enthousiast dat ze geld inzamelen voor een standbeeld. Initiatiefnemer Ali Unal vindt het niet meer dan normaal. En familie Hogeboom is inderdaad een voorbeeldfamilie. Hoe dat nou als familie, als gezin, maar ook als gastvrijheid een goed voorbeeld is voor de hele wereld, niet alleen voor Nederland. En dat allemaal omdat Jan een Turks mannetje op zijn yoghurtbekertjes heeft gezet. Ik begin nou bijna wel zenuwachtig te worden voor de komende zaterdag. Want ja, ik dacht eerst, nou ja, vooruit leuk, een beeld. Ik nodigde mijn broers en zussen uit. En mijn zwagers en alles. En wat buren, want die weten ook wat er hier aan de hand is. En wat familie. Ik denk, ja, toen nog eens over gedacht. Weet je wat, ik nodig ook mijn Turkse afnemers uit. Ja, en dat gonst dan in de ronde. En voordat ik het weet, is al de verwachting dat we ergens wel tussen de 300 en 400 mensen kunnen ontvangen komende zaterdag. En of je het nou leuk vindt of niet, Jan is vanaf zaterdag een echte Turkse held.